Dan moesten vrienden, welkom weer op mijn moestuin. En vandaag ga ik, zoals je kunt zien, mijn asperges planten. Ik heb een artikel geschreven op de website www.moestuinweetjes.com en dat zal ik nu in de praktijk zetten. Je zult zien dat ik al een hul gegraven heb van 70 centimeter en dat ik daar op 30 centimeter afstand al de planten gelegd heb. Wat ik vervolgens doe, is een kleine ophoping maken. Ik zal het hier demonstreren bij de derde wortel. Zo een klein bergje maken waar ik dan het centrum van de aspergeplant ga gaan opzetten. En het is belangrijk dat de kiem die zich hier bevindt mooi naar boven wijst. Ik heb het hier ook gedaan. Ik ga het nog ietsje corrigeren. Zodanig als we hier een berg maken, dat de asperges niet langs de zijkant doorgroeien, maar mooi naar boven. Dankzij het bergje kun je ook mooier, deze nog wat mooier maken, de asperges gaan positioneren. Zoals een octopus of een spin ga je ze open houden en ga je ze zo mooi plaatsen met de kiem mooi naar boven. Ik ga nu ook de rest nog doen. Zoals je kunt zien zit er heel veel compost. Dat is de zwarte aarde die je hier ziet in mijn grond. Het is wel belangrijk dat je dat zeker gaat gaan doen, zodanig dat ze de eerste 2 jaar de aspergeplanten goed kunnen groeien tot stevige planten. Ziezo, ik heb alle planten van de asperge met het kiemetje naar boven geplaatst en nu ga ik eigenlijk weer de greppel die ik daarnet gemaakt heb gaan dicht doen. Dan ga ik de aarde van op deze 30 centimeter aan beide kanten van de greppel nog eens van boven er gaan opdoen. Beste moestuinvrienden, ik zweet er eerlijk gezegd een beetje van. Ik heb alle aarde die ik aan de zijkant geschept had uit de greppel opnieuw op de aspergekronen gedaan, op de aspergeplanten. En ik ga nu ook nog eens de aarde die ernaast ligt met de schop erop gaan brengen, zodanig dat de aspergeplant 20 centimeter in deze grond zit en er ook nog eens 20, 25 centimeter grond bovenop komt, zodanig dat die een kleine halve meter onder de grond zit. En dan is het eigenlijk wachten tot de eerste scheuten die ik niet mag oogsten. Volgend jaar hetzelfde, ik moet investeren in goede planten, dus ik mag niet gaan oogsten. Maar binnen 2 jaar hebben we dan hopelijk wel heerlijke asperges. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering en tot een volgende keer. Dag!